Aan het begin van elke sessie op Tenerife trainen de keepers van de FC apart met keeperstrainer Ruud Hesp. Hesp probeert ervoor te zorgen dat Luciano da Silva en Brian van Loo optimaal voorbereid zijn op de tweede seizoenshelft. Die begint met een thuiswedstrijd komende zondag tegen Heracles. Nou, je zorgt in eerste instantie dat ze fit zijn, hè? Dat ze fysiek fit zijn. Nou, dat zijn ze. En dan ga je proberen ze zoveel mogelijk in situaties te brengen die in de wedstrijd ook steeds voorkomen. Wat wij proberen is gewoon heel veel uitbeweging te trainen. Omdat je, ja, als keeper ben je eigenlijk altijd in beweging. En moet je altijd zorgen dat je op het goede moment, op de goede plaats, in de goede houding staat. En dat kun je alleen maar leren door te ervaren, door het te doen. En dat, daar zijn onze trainingen op ingesteld bij SV Groningen. De trainingen zijn dus ingesteld op het veel bewegen van de keepers. In hoeverre hou je daarbij rekening met de temperaturen tussen de 20 en 25 graden, zoals op Tenerife? Nou, wat je vandaag merkt, dat er weinig wind staat, dat het warmer is dan anders. Ja, kijk. Vroeger was keeperstraining gewoon een keeper helemaal kapot maken. Hè, totdat hij bijna constant van het veld ging. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig de kwaliteit van de oefeningen is gewoon veel belangrijker dan de kwantiteit. En daar hou je, als het warmer is, gewoon wat meer rekening mee. En in plaats van 10 ballen doe je er 8. Ja, ja. En gezien een hele training opgeteld zijn het uiteindelijk 40 of 50 ballen minder. Dus kost het iets minder kracht. Maar ja, door de hitte die er is, is het toch wel weer zwaar. Weet je. Ja. Dus, en daarom is het ook goed om steeds te praten met je keepers en te vragen van hoe voel je, hoe gaat het? Want het heeft geen zin om jongens kapot te maken, fysiek gezien. Want over anderhalve week hebben we Heracles. En dan moeten we top zijn. En zo probeer je dat op te bouwen naar volgende week. Komende vrijdag zie je meer van het trainingskamp van FC Groningen op Tenerife.